In Nederasselt komen inwoners massaal in opstand. De gemeente heeft plannen aangekondigd om voor een periode van 15 jaar tot 150 asielzoekers te huisvesten in woningen aan de Eindse straat achter tuincentrum Heren. Omwonenden hebben een petitie gestart die inmiddels al meer dan 1000 handtekeningen heeft verzameld. Op 25 september ontvingen bewoners een brief waarin wordt aangegeven dat er een woningbouwproject wordt gerealiseerd. En dat een deel van deze ontwikkeling kan worden benut voor asielzoekers. Maar toen zij zich gingen inlezen in het raadsvoorstel, kwam dit niet helemaal overeen. In het raadsvoorstel wordt in principe niet over woningbouw gerept. Wat daarin staat is dat de gemeente min of meer overweegt om het over te dragen aan het COA. En wij weten allemaal dat het COA alleen asielzoekers opvangt boven de 150 asielzoekers. Terwijl het spreidingswet aangeeft dat de gemeente Heumen 105 asielzoekers op dient te nemen. Dus dat is al meteen fors meer. Daarnaast is het ook zo dat de spreidingswet, het woord zegt het al, dat het over de kernen verdeeld moet worden. En in dat raadsvoorstel staat dat het op één locatie zal gaan komen. De stuurgroep geeft aan niet tegen asielzoekers te zijn, maar zij vinden het aantal asielzoekers niet passend voor het aantal inwoners in Nederasselt. Wij zijn een dorpje van 800 inwoners en er wordt dus eigenlijk minimaal gesproken over 150 asielzoekers op 800 inwoners. En die omvang kunnen wij als dorp niet dragen. En het dorp heeft ook al een voorproefje gehad. Aan de andere kant van de Maas, in Grave, is sinds 2016 een AZC wat plek heeft voor 600 bewoners. Ook Evi, een bewoonster van Nederasselt, is niet blij met de nieuwe plannen. Ze woont op slechts een steenworp afstand van de beoogde locatie en maakt zich vooral zorgen over de veiligheid van de jonge meiden in het dorp. Ik denk dat van jeugd en jonge meiden, ik bedoel zelf ook wel, en ik heb het vaker meegemaakt ook, dat je dan gewoon, mannen zijn wel, sinds ze hebben andere omgangsnormen heb ik het idee in ieder geval, en je wordt er een beetje me ingezogen, heb ik het idee. En zij vinden het allemaal heel goed en ze spreken je aan. Alleen voor mij, als mij, denk ik dat het heel beangstigend is. En normaal heb je dat misschien wel in de grote steden en ergens anders. Maar dit is toch een beetje je veilige haven. En als dat dan zo 20 meter van je huis af is, ik denk dat het dan een beetje inbreuk op je veiligheid of je gevoel. In de afgelopen weken is de stuurgroep al met verschillende raadsleden in gesprek geweest. Waarin zij zich gehoord voelen en vertrouwen hebben dat het plan in overweging wordt gebracht. Maar wel willen zij meer worden meegenomen in de stappen die er worden gezet. Waar we minder serieus gevoeld in worden is dat er wordt gesproken over dat er voorop staand 26 locaties waren die onderzocht zouden gaan worden. Daar krijgen wij als inwoners nul inzicht in wat er dan is onderzocht en welke criteria daar dan aan vastzitten. Ja, daar hebben we wel ernstig onze twijfels over. Zo van, is dit dan oprecht de enige geschikte locatie? Donderdagavond om 8 uur vindt hierover een commissievergadering plaats.